Alvorens hebben we een aantal vragen uit het publiek. Ik heb misschien een eerste vraag voor Karl. En het heeft ook te maken met, dus binnen KBC Securities Bolero heb ik het voordeel om niet enkel Barco op te volgen, maar ook een aantal van de bedrijven die we hier gezien hebben en die allemaal iets binnen de divisie te maken, of binnen de, een van de divisies te maken heeft. Ik ben ook een analist op Kinepolis, wat dan handig is bij de entertainment divisie. En ik ben ook de analist op Agfa, wat dan interessant is voor de healthcare divisie. Ik ben ook de analist op Lotus Bakeries. En dat is interessant voor de enterprise divisie, want binnen de, wat toen Lotus Bakeries een paar jaar geleden zijn nieuw hoofdkantoor in Schelle, in Limbeke had geopend, hadden zij daar als een van de eerste, 2 jaar geleden, zo'n clickshare systeem geïnstalleerd. En ze waren wel vergeten toen om het paswoord van de clickshare te veranderen. Dus ik kon via mijn toestelletje gewoon heel simpel eigenlijk op hun toestel inbreken eigenlijk. En dat was eigenlijk hetgeen wat ik wil vragen, van hoe veilig zijn al die systemen? En ook, want je zou niet willen dat hier een concurrent binnen in de zaal zit en het logo van NEC of Christies op het scherm tovert. En ook, hoe snel komt de concurrentie in dit product? Ja, ik heb net gedacht dat je aan het proberen bent. Proberen. Een goede vraag. En ik had het in het begin van mijn betoog ook over het feit dat Barco een leiderschapspositie wil bekleden in geselecteerde markten. Wat we gemerkt hebben is eigenlijk dat goede markten voor Barco zijn eigenlijk markten waar dat de applicaties mission critical zijn. Dus healthcare, operatiekwartier, ik denk dat dat voor zich spreekt, een zeer kritische omgeving. Een controlezaal, in alle tijd, alle gevallen, dat wordt 24 uur per dag gemonitord, dus dat moet altijd operationeel zijn. De beelden die binnenkomen, super betrouwbaar, dus mission critical. Ook een cinema. Dus als u vraagt aan een cinema-uitbater, Kinepolis, wat dat eigenlijk een slechtste, of een the worst nightmare, een ergste nachtmerrie is, dan is dat ze met een zaal zitten, zoals hier, die vol zit, en dat de projector het laat afweten. Dat noemt het de dark screen. Ze zijn daar eigenlijk werkelijk als de... Ze hebben daar een enorme schrik voor. En dat is een van de aspecten, bijvoorbeeld waar dat de Latijns-Amerikaanse markt zeer, zeer gevoelig voor was. En ik heb u daarnet gezegd dat we daar een marktaandeel van 70% hebben behaald. Dat is door twee redenen. Eén reden was het feit dat de performantie van ons product een stuk hoger lag dan dat van de concurrentie. En ze hebben dat ook uitgetest en voldoende uitgetest. En tweede reden is dat we eigenlijk ook gezorgd hebben dat we een netwerk van ingenieurs ter plaatse hebben, ter lande hebben, die eigenlijk, als er dan toch iets gebeurt, die binnen de 2, 3, 4 uur, afhankelijk van de locatie, ter plaatse kunnen zijn om niet te zorgen dat ze toch geen 2 keer een dark screen hebben. Dus mission critical omgevingen zijn echt wel omgevingen die voor een stuk ons liggen, die ons in staat stellen om daar een zeer dominante positie uit te bouwen. En rond security, op clickshare, dat is zeker iets die... die raakt er niet in, maar nogthans het zou kunnen. Maar nogthans het zou kunnen. Ik denk niet dat dit nu de meest beveiligde zaal is naar paswoord. Maar je kunt dus... Het zit... ingebouwd naar functionaliteit in het systeem. Dus je kan heel eenvoudig als admin, typisch heb je wel een admin die het systeem wat onderhoudt, dus de security niveaus van clickshare gaan opbouwen. Ik kom ook soms in zalen waar ik het test en soms lukt het niet of wordt er een extra code gevraagd. Dus dat helpt ons, want we merken dat bedrijven kiezen voor clickshare niet alleen omdat we een gamma hebben die hen toelaat om het in dezelfde technologie in te zetten in kleine, grote vergaderzalen, maar ook in auditoria. Maar precies ook omdat veel bedrijven zijn daar echt wel gevoelig aan. Van ja, maar als ik hier dingen toon, kan er iemand dat dan downloaden? Kan iemand dan inbreken op de presentatie die ik heb? Meer en meer zijn bedrijven daar erg gevoelig aan. En dat is een aspect die we echt wel kunnen uitspelen als bedrijf die daar toch ook, wat wil zeggen, die dat meeneemt in zijn DNA. En hoeveel procent van die markt hebben jullie vandaag in handen en zien jullie daar
andere spelers die beginnen naar die markt te kijken, want het is een fantastisch product, ik kan het iedereen echt aanraden. Maar je voelt, hè, een succesproduct, ja, dat heb je een tijdje alleen, maar je voelt dat de concurrentie zou daar moeten komen. Ja. Nee, en dat is eigenlijk ook de inschatting die we gemaakt hebben van bij de lancering van ClickShare. Het speelt in op zich een grotere markt, 600 miljoen euro addressable markt. Is groot, maar is langs de andere kant nu ook niet van het volume dat we bijvoorbeeld, de naam die ik daarnet ook gaf, een Apple of een Google, plots eigenlijk, laat ons zeggen, in verwachten. Maar het is zeker een competitiever speelveld dan pakweg Healthcare of Cinema. Maar we hebben een paar grote voorbeelden of voordelen die we uitspelen. Enerzijds, we waren eerst. En we hebben dat eigenlijk, uiteraard, als je eerst bent, ben je marktleider in het begin. Maar we hebben dat marktleiderschap kunnen blijven uitspelen om eigenlijk klanten voor ons te winnen. We hebben een zeer betrouwbaar product. En dat blijkt ook elke keer uit testen. Uit testen blijkt ook een zeer gebruiksvriendelijk product. Dat is nogal essentieel in een vergaderzaal dat het heel snel gaat in gebruik. En vooral het voordeel die ik net kwam te zeggen, is eigenlijk dat we een van de weinige, ik zou bijna zeggen, de enige speler zijn in die markt van draadloze presentatiesystemen die een product hebben voor elke kantoorruimte. De kleine, de grote, tot en met dit auditorium. En we zien veel concurrenten die een oplossing hebben voor een vergaderzaal, een grote of een kleine, of de twee te samen, maar dan toch niet de volledigheid van de vergaderzaal. Maar voor een bedrijf is dat niet interessant. Zij willen dat hun werknemers en hun klanten op dezelfde manier gebruik kunnen maken van een bepaald systeem, onafhankelijk of dat ze nu een keer hier vergaderen of daar. En dat zijn de grote voordelen die we op dit moment uitspelen. En wij nemen in de draadloze presentatiemarkt, ik neem even, laten we zeggen, abstractie van de bedraden systemen, neem wij eigenlijk 60% van de markt met ClickShare op dit moment. De vragen zijn uit de zaal, dat steek je hand maar omhoog. Ik steek ondertussen mijn tweede vraag af. Dat is de nieuwe CEO, komt van GE Healthcare. Dus mogen we dan verwachten dat een deel van de grote cash pile die jullie hebben, de grote cash die jullie hebben, dat die ook in die sector gaat geïnvesteerd worden? Of is dat niet wat we mogen verwachten? Ja. Dus Jan de Witte heeft inderdaad een achtergrond in het consultancybedrijf McKinsey en dan 15 jaar GE Healthcare. Maar eigenlijk het feit dat hij voor Healthcare heeft gewerkt, was nu niet de belangrijkste asset die hij met zich meebracht. Dat hij voor GE gewerkt heeft, voor een technologiebedrijf, zeker wel. Dat hij in een internationale context altijd heeft gewerkt, zeker wel. Hè. Het zijn zaken die bij Barco super, super belangrijk zijn. De voornaamste zaken die Jan op dit moment Barco kan bijdringen, zijn in mijn ogen uit threefold. Is enerzijds het verdere uitbouwen van de softwareoplossingen die we hebben. Zeker ook de verdere uitbouw van de serviceoplossingen die we hebben. Dat is een grote opportuniteit. Hè. Dat is vandaag 7% van onze omzet. Maar dat zijn wel recurring revenues. Als we erin slagen om die 7% naar 10, 15, 20% te brengen, dan creëert dat een zeer stabiele onderlaag in je omzet, die eigenlijk jaar op jaar, zonder heel veel inspanning, maar je moet daar natuurlijk wel een platform en het systeem voor hem terugkomt. Een derde aspect die Jan zeker met zich meebrengt, en waar dat Barco op zich ook wel klaar voor was, is een stuk meer, in het Engels hebben ze daar een mooi woord voor, rigor. Discipline is niet de juiste vertaling, maar is een stuk wel strengheid, is een stuk gedrevenheid gecombineerd met discipline. Die echt wel het kordate beslissingsnemen zoals dat het gepland is, dat zit er duidelijk in. En dat is een cultuur die nu snel ook in Barco wordt uitgerold. Ja. Zijn er vragen uit het publiek? Ik ken er niks van, maar die draadloze overbrenging met wat soort golven gebeurt dat? Ik ken er niks van, ik vraag alleen maar die draadloze overbrenging en kliks daar, met welke golven dat gebeurt. Ja, ik ben ook geen expert, hè, maar het is dus eigenlijk een wifi-signaal die uitgewisseld wordt tussen de bron en de ontvanger.
eigenlijk de ontvanger zendt het wifi-signaal uit en daarop gaat eigenlijk de bron gaan capteren. Maar je zal straks tijdens de rondleiding het product in actie zien. Zeer boeiend. Ja. Achteraan nog een vraag? Wat zijn jullie van plan met die 250 miljoen cash op de balance sheet te doen op korte en op lange termijn? We gaan dat vanavond uitdelen. Goede vraag. Enerzijds, we zijn van plan om die financiële performantie en de free cashflow generatie te onderhouden binnen het bedrijf, dus die capaciteit te blijven onderhouden. En op termijn gaan we dat ook aanwenden voor acquisities. Maar ik zeg bewust op termijn, omdat het een heel duidelijk signaal is vanuit de raad van bestuur naar het management van Barco vandaag, om eerst te werken op die performantie. U heeft het ook wel echt op de slides gezien, Focus to Perform is niet alleen een titel van het jaarrapport, was ook de titel van de Capital Markets Day, is het thema van onze strategie. En dat is eigenlijk vooral om de capaciteit van Barco op dit moment aan te scherpen. En we zijn ervan overtuigd dat je ook maar een paar zaken in parallel goed kan doen. En een grote overname en ondertussen die performantie materieel als significant omhoog trekken, dat zal een moeilijke evenwichtsoefening zijn. Dus we hebben gekozen om eerst die performantie omhoog te trekken en dan dat vizier binnen 16, 18, 20 maanden te richten op inderdaad meer naar de buitenwereld om het bedrijf te versterken, mogelijk ook met overnames. Passeert er nu natuurlijk in de komende maanden een opportuniteit die we gewoon niet kunnen laten liggen, we hebben dan die flexibiliteit om snel te schakelen. Maar het staat niet op korte termijn op de agenda. Dus op zich zal het daar nog een stuk blijven staan, op de korte termijn. Het is dan zeker wel de bedoeling om dat op middellange termijn te gaan inzetten om het bedrijf te versterken. Ja. Maar veel meer, en in welk domein, hè, dat zal uiteraard, we spelen op 3 markten, maar geen ambitie om daar een 4e divisie naast te zetten. Dus dat zal in 1 van die 3 markten zijn, of in initiatieven à la software of service, hè, die we erg belangrijk vinden. Dus dat zal in die domeinen zijn dat we ons kunnen of willen versterken in de komende jaren. Dus het is duidelijk dat je hard inspeelt op emotie, beleving. Waar zit het audiostuk daarin? Ja. Doelt u ook op het driedimensionele geluid die we in de cinema ook aanbieden. Ja. Ja. De audio, ja, was uiteraard, hè, nogal een kerngegeven bij het begin van Barco, hè, met de radio's uiteraard. De focus is dan toch wel verschoven, hè, naar visibly yours, hè, meer en meer visualization oplossingen. Het audiostuk is eigenlijk, ik ga straks de uitzondering ook vermelden, maar is eigenlijk sinds, laten we zeggen, de jaren 70 niet meer echt een kerncapaciteit, competentie geweest van Barco. We hebben nu wel binnen cinema eigenlijk een poging gedaan om onze aanbiedingen naast heel goede projectoren uit te breiden met driedimensioneel geluid. Dus dat noemt Auro. Die oplossing, en straks ga ook in het filmpje ga je ook merken dat dat geluid bijzonder goed is. Hè. Dus we hebben die oplossing. Maar ik ga ook toegeven dat na 3-4 jaar, dat eigenlijk nog altijd geen high flyer is. Hè. Dat is een activiteit die stap voor stap wat markt wint, maar niet aan tempo die eigenlijk onze klassieke oplossingen in de projectie doen. Dus de toekomst gaat een beetje uitwijzen wat dat we daarmee gaan doen. We hebben zeker wel Dolby, die dan eigenlijk de grote speler is als het gaat over geluid en cinema, wakker gemaakt. Hè. En het is dus toch wel een beetje dankzij Barco dat meer en meer cinemas uitgerust worden met driedimensioneel geluid. Het is dan niet altijd
van Barco en soms van Dolby, jammer genoeg. Maar die step-up is toch wel geïnitieerd geweest door ons. Maar ik ga daar eerlijk ook in zijn, dus het is geen kernfocus van het bedrijf op dit moment. Ja. Polyro.be. Beleg online met inzicht.